Buuf, hier buurman Ron, die wel een banaantje eten kon. Hey, dag buurman Ron, ja, dat is goed hoor. Nee, je weet waar ze liggen, pak maar. Oh, nou, dat is gezellig dan. Even een banaantje gezellig, ja, dat gaat makkelijk. Zal ik er één doen, ja. Wat ben u eigenlijk aan het doen als ik zo vriendelijk mag zijn dat ik vragen mag? Dat u zegt, nou, vraag eens. Ah, ik ben dus een raket aan het bouwen voor mijn neefje, want die moest er eentje af hebben morgen voor school. Maar er gaat toch meer tijd in zitten dan ik dacht. Oh, en wat is dat neefje dan nu? Die is op voetbaltraining. Ja, yeah. En daarom heb ik beloofd dat ik hem af zou maken. Nou, even, ik wil niet veel zeggen, maar dan kom ik wel als geroepen. Ja, mensen zeggen vaker, ik zou je, had je net willen roepen. Maar dan ben ik er al. Dus ik hoef niet meer te roepen. Nu ben ik er ook al. Dus u hoeft me niet meer te roepen. Oh, ja, joh. Ja. Heeft u zoveel verstand van raketten dan? Wat is dat nou weer voor raar? Waarom zegt u dat nou? Natuurlijk heb ik verstand van raketten. Oh. Heeft u gedacht bijvoorbeeld aan deze? Dat zijn hele goede boosters. Boosters? Boosters, de ene. Deze gaan bijvoorbeeld linksaf. Deze rechtsaf. Oh, ja. Ja, nou is het natuurlijk wel de vraag. Hoe ga ik die eraan bevestigen? Want dat is natuurlijk wel, dan moet ik, moet mijn lasapparaat hebben. Een lasapparaat? Ja. Nee, een lasapparaat? Een lasapparaat, hebben jullie er nou van gehoord? Hè? Kijk, daarom gaat het mis. Nee, wacht even. Laat me dat maar even doen thuis. Ik zorg wel even dat die gedeelte van dat raket, die zal ik eventjes, moet ik even zo, die booster erin. Erin zo, hoppakee. Kijk, deze, hoppakee, ja. Kijk, die heb ik niet nodig, behalve deze en dan, dat is de rechte booster. Ik ga even lassen. Ben ik zo weer terug. Nee, maar, wacht aan buurman Ron. Ik heb buurman Ron echt nog nooit zo gezien. Ah, mevrouw. Oh, nou, gelukkig bent u er weer, want dit was wel een beetje raar, hè, wat u aan het doen was. Ik weet niet waar u het over hebt, maar kom even terug voor de brandstof. Brandstof? Ja, je gaat natuurlijk geen raket bouwen op een lege maag. Dus dan neem ik deze even en deze mee. Oh. Dan straks, buf. Hallo. Oh, kijk hoor. Zo leuk. André Kuipers komt langs. Hij is als astronaut in de ruimte geweest. Nou lijkt mij dat dus zo gaaf. Wat zou ik graag, net als hij, eens lekker zweven tussen de sterren. Dus als iemand me ruimtetips kan geven, dan is het André wel. Oh, daar heb je hem. Daar ben ik al. Dag André. Hoi, goed je te zien. Nou, dat vind ik ook. Ja. Ik ben zo ontzettend blij dat u er bent. Ga lekker zitten. Ik, ook leuk om hier te zijn. Ik ben zo ontzettend blij dat u er bent. Want ik zou, denk ik als geen ander, echt heel graag de ruimte in willen gaan. Dus ja, van wie anders dan de beste tips van u krijgen. Dus ja, wat neem je mee naar de ruimte? Wat neem je mee? Eigenlijk maar heel weinig. Oh? Dat is eigenlijk het probleem, want het kost heel veel geld om iets naar boven te sturen met een raket. En je mag 1,5 kilo meenemen. Dat is zeg maar een pak melk, zo'n beetje. 1,5 kilo? Ja, dat is niet veel. Maar wat heeft u meegenomen dan? Nou, dat zijn allemaal privé dingen. Van jezelf mag je meenemen. Ah. Ik had een knuffel van mijn kinderen mee. En een ring van mijn vrouw had ik mee bijvoorbeeld. Ja. Want dingen die je nodig hebt daarboven, je eten, je tandenborstel, dat gaat met een aparte raket omhoog. Oké, dus de raket waar u mee gaat, ja. Daar mag maar 1,5 kilo mee. Heel weinig. Dus dat is maar een heel klein pakketje. Heel klein pakketje, och. Ja. En ja, wat trekt u dan aan als u daarboven is? Ja, als je daarboven bent. Nou, als je boven bent, is het wat anders als je erheen gaat. Want als je erheen gaat, ja. Dan moet je in een raket. Ja. En dan moet je heel, heel hoog, waar de lucht heel dun wordt. Oké. Okay. En dan kan je niet goed meer ademhalen daarboven. Dus dan moet je een ruimtepak aan. Ja. Een ruimtepak en dat moet je beschermen. Ik kan het zelfs laten zien. Ja? Hè? Kijk, dit is zo'n ruimtepak. Wow. En dat beschermt je, dat zit er een helm op en die doe je dan dicht. Ja. En je hebt handschoenen aan. En omdat het erboven zo weinig lucht is, en ja. Het is ook heel koud, ja. Kan het zijn, dan moet je heel goed beschermend pakken hebben. Maar aan boord, ja. Als je eenmaal in het ruimtestation bent, als je aangekomen bent met de raket, ja. Dan heb je bijvoorbeeld dit soort pak. Dit is het echte pak. Oh. Dit had ik aan. In de ruimte. Als je gaat slapen, doe je ja. Misschien wat anders aan. En dat slapen is ook raar. Ja? En het kan ik een slaapzak laten zien, zie je dit? Oh nee, maar ja. dit moet zo, denk ik, toch? Nee, in de ruimte zweef je. Net alsof je onder water een beetje hangt. Ja. Op je kop gaan hangen. Het is heerlijk om te zweven, maar dan wil je slapen. Dan kan je rechtop slapen. Wat vet, maar oké. Okay.
Wat eet je dan eigenlijk in de ruimte? Eten is lastig. Dat is moeilijk. Ja, er is niet een moestuin zoals hier, waar je even een banaan of iets kan plukken. Nee, ja, we eten uit blikjes. Okay, of zakjes. Ja. En dan drinken ook. En dat zit met een rietje. En daar zit een klemmetje op. Want anders zweeft alles eruit. En dan krijg je een grote druppel melk. Of vruchtensap. En dat zweeft dan zo rond. Dus je moet heel voorzichtig zijn met eten. Want een beschuitje, ja, bijvoorbeeld, dat zou kruimeltjes, die gaan alle kanten op. En dan heb je een wolk van kruimeltjes. Oh, dat wordt heel lastig dus, eten. Dus eigenlijk lijkt het eten een beetje op kattenvoer. Een beetje plakkerig moet het zijn, want ja, anders zweeft het alle kanten op. En ja, af en toe komt er vers fruit mee naar boven. En dan heb je bijvoorbeeld sinaasappels erin. Nou, dus ze bezorgen gewoon eten in de ruimte? Dan heb je vers voedsel, vers eten. Maar dan, wat doet u dan allemaal in de ruimte? Wat heeft u daar gedaan? Nou, verschillende dingen. Want het is niet echt vakantie. Hè? Je moet werken, want het kost heel veel geld. Ja. Dus je moet daar wel iets nuttigs voor doen. Dus we doen heel veel experimenten, proefjes, testjes doen. Gaat u nog een keertje de ruimte in? Ah, ik zou best de ruimte willen, want het is ook heel mooi. Veel kinderen vragen van hoe ziet de ruimte eruit. En toen ben ik ook verhaaltjes gaan vertellen. En die verhaaltjes, die vonden zo leuk, daar ben ik de boeken van gaan schrijven. Echt waar? Ja, kijk, en dit soort avonturen, dat zijn astronauten. Dus dat is heel leuk om te doen. En zo kan ik natuurlijk laten zien hoe mooi onze aarde is. We moeten er wel voorzichtig mee zijn en goed oppassen. Heb jij dat ook? Dat je 's nachts het liefste een klein lampje aanlaat? Nou, dat heb ik dus ook. Dan kan ik toch net iets lekkerder slapen. En het liefste droom ik dat ik met een raket naar de sterren en de maan vlieg. En daarom heb ik dit leuke raketlampje bedacht. Zal ik je laten zien hoe je dit maakt? Dit heb je ervoor nodig. Een werkblad van de Zeppelin website. Een wc-rol. Verf. Vliegerpapier in de kleur blauw. Vaccinelichtjes op batterij. En dat was het. Je begint met het uitknippen van het werkblad van de Zeppelin website. Dat kan je mooi kleuren in de kleurtjes die je zelf wil of verven. Maar ik heb het in deze kleurtjes uitgeknipt. En daar ga ik mee aan de slag. Ik begin met het allerkleinste rondje. Want dat is het raampje van je raket. Dat leg je een beetje aan de bovenkant van je wc-rolletje. En dat trek je om met een potlood. Dit doe ik aan deze kant en ook aan de andere kant. Kijk eens. Deze kan ik nu mooi gaan uitknippen. En om het iets makkelijker te maken, prik ik met een prikpen in het midden een gaatje. Zo. En met een klein schaartje kan ik hem zo uitknippen. Dit doe ik bij dit raampje en ook bij het andere raampje. Het allerlaatste stukje. En kijk eens. Dat ziet er goed uit. Kijk, deze kleur is een beetje saai, vind je niet? Dus ik verf hem oranje. En ik kies één kleurtje. Maar ja, je kunt natuurlijk elke kleur kiezen die je zelf wil. Het is jouw raket. Het laatste beetje nog. Ja, deze is mooi oranje. Dan ga ik nu verder met de raampjes. Voor de raampjes plak ik het blauwe vliegenpapier. Ik doe wat lijm op de randjes. Zo. Dan pak ik het papiertje. Dan druk ik hem een beetje fijn. En dan kan ik hem er zo inschuiven. En dat doe ik bij de andere kant ook. Dan ga ik nu verder met de pootjes. Op de pootjes vind je een vouwlijntje. Die vouw je om, want dat is je plakrandje. En dat doe je bij alle vier de pootjes. Een beetje lijm erop. Zo. En dan plak ik die zo aan de onderkant vast. En dit doe ik met alle vier de pootjes. Kijk, die zitten goed vast. Dan ga ik nu verder met het vlammetje van mijn raket. Kijk, die zit hier aan de onderkant. Daar heb ik een vaccinelichtje voor. En deze heb ik al oranje geverfd. Dan vind je op je werkblad nog een rondje met een gaatje. En die heb je nodig. Want die doe je zo over het lampje heen. En dit is natuurlijk geen echt vlammetje, hè? Dit is een LED-lampje. Je stopt hem hieronder bij je raket in. En dan druk je hem iets verder, zodat hij vast komt te zitten.
Dan draai je hem om. Eens kijken. En daarbovenop doe je nog een ledlampje. Zullen we hem even aanzetten? Ja, wel zo gezellig. En dit lampje zet je bovenop het andere lampje. Wat mist er nog? Kijk eens. Ja, de punt natuurlijk. En dat maak ik van dit stukje. Ik vouw de twee punten naar elkaar toe. Zo. En dit plak ik vast. Goed aandrukken totdat de lijm helemaal droog is. En dan is hij klaar. Kijk eens. Zeg nou eerlijk, deze staat toch fantastisch naast je bed? Hey, veel succes met het maken van jouw raketlamp. En droom lekker over het vliegen naar de maan. Ik heb hier bij me staan astronaut Maria en astronaut Tijmen. En zij gaan het grote Zin in Zeppelin astronauten spel spelen. Ja, want jullie hebben deze fantastische pakjes aan. Die heb je niet altijd aan, hè? Nee. Nee? Zal ik jullie eens even uitleggen hoe het gaat? Of kunnen jullie mij vertellen hoe het spel gaat? Wij kunnen het vertellen. Oké, nou, zeg eens, Maria. Jij zegt iets wat voor kleur het is. En moet je snel wie het eerste hier in de pannenstoel is. Die heeft gewonnen. Oké. Die is gewonnen. Dus ik lees zo meteen een vraag voor. Weet je het antwoord? Wat moet je dan doen? Op de paddenstoel zitten. Op de paddenstoel gaan zitten? Dan mag je het antwoord zeggen. En als die goed is, Tijmen, wat mag je dan doen? Een ster pakken en hier op plakken. Precies. Dan pak je een ster en dan plak je die op je bord. En Maria, als alle vakjes vol zijn, wat dan? Dan heb je gewonnen. Dan heb je gewonnen. Hebben wij zin in een astronautenrace? Ja! Zijn we er klaar voor? Ja! Oké, dan hier komt de eerste vraag. Met dit vaartuig reist een astronaut naar de ruimte. Oh, Maria was net iets eerder, Tijmen. Nou, Maria, zeg raket. Maar. Een raket. Het antwoord is goed. Oh, je hebt al een ster te pakken die mooi hoog zat. Ja. De tweede vraag. Dit dragen astronauten op hun hoofd. Oeh! Nou, Tijmen, wat is het? Helm. Een helm. Heel goed. Jij mag een ster pakken. Yes. Plak hem maar op je bord. De volgende vraag. Als het warm is, schijnt deze heel fel. Oh, Maria. De zon. De zon. Dat is een goed antwoord. Ja, pak maar een ster. Yes. Maria heeft 2 sterren en Tijmen heeft 1 ster. We gaan door naar de volgende vraag. Astronauten kunnen niet lopen in de ruimte. Hoe bewegen ze? Tijmen, jij was wel heel snel. Weet je het antwoord? Ja, springen. Tijmen, springen? Kun jij dat eens voordoen? Ja. Ja hoor, het antwoord is goed. Je mag een ster pakken. Die van Zeppie. Makkelijk. Die op Zeppie's hoofd, hè? Hoe noem je het als het buiten donker is en iedereen slaapt? Ah, Maria was eerder. Zeg het maar. Nacht. Nacht. Heel goed, Maria. Waar hebben astronauten ooit een vlag neergezet? Oh, Tijmen? Op de maan. Op de maan. Heel goed, ja. Pak maar een ster. Die is makkelijk. Goed zo. 3-3. Dit zie je als het nacht is aan de hemel. En als hij valt, mag je een wens doen. Maria zat net ietsje eerder. Wat is het antwoord? Vliegende ster. Heel goed, een vallende ster. Pak maar een ster. Een vallende ster en een ster. Ja, en ze heeft een ster. Ja, goed zo. Op deze planeet wonen wij. Oh, Maria was net iets eerder. Wat is het antwoord? Aarde. De aarde. Heel goed. Pak maar een
een ster, Maria? En dat betekent, jongens en meisjes, dat Maria gewonnen heeft! Applausje voor Maria! High five! Goed gedaan! En Tijmen, je was heel dichtbij. De volgende keer win je. Hé, hey, Fenna! Hey, Soy! Wat ben jij nou voor iets leuks aan het maken? Moet je kijken. Ik ben aan het oefenen met het maken van slingers. Wacht. Oh. En? Wat vind je ervan? Wauw, cool! Vet, hè? Hé, maar dat lijken wel allemaal kleine astronauten. Ja. Nee, ja, ik ben nu een feestje aan het voorbereiden. Het raketfeest voor mijn voetbalteam. Ja? Ja. Je hebt eigenlijk wel gelijk. Door die grote hoofden lijken er net een soort van helmpjes. Precies. Wat leuk, zeg. Leuk, hè? Hé, Fenna, heb jij heel toevallig... Maar echt heel toevallig, heb jij misschien een blender? Ja, een blender? Zo'n ding om prutjes mee te maken. Een blender? Ja, dat heb ik dan. Maar wat heeft dat nou weer met slingers te maken? Het heeft iets te maken met astronauten. Want wat eten astronauten als ze in een raket in de ruimte zweven? Astronautenvoedsel. Ja, en dat is... Een prutje. Een prutje. Eten in een blender en dan door elkaar gemixt. Dus denk bijvoorbeeld aan... Spaghetti-sap of Bahami-puree met saté-sap. Oh. Ja. Nou, dat klinkt heel lekker. Lekker, hè? Ja. En omdat ik op mijn feestje ook een soort astronautensnack wil geven... dacht ik misschien aan stokbroodsap. Klinkt lekker, toch? Ja, chipspuree. Of even kijken. Borrelnotensap. Dat is ook lekker. Borrelnotensap? Getver. Wat gaat er allemaal in dan? Borrelnootjes, denk ik. Ja. Of speksap. Of frikandellenpuree. Of zoiets. Oh ja? Ja. Oh ja. Zeg, kapitein Soy. Ja, als kapitein, hè? Moet jij dan natuurlijk wel alles eerst even zelf geproefd hebben, hè? Dat weet je toch? Kijk eens hier. Ik heb hier een blender voor je. Alsjeblieft. Ja, bedankt. Ze zelf proeven? Ja, dat moet je zelf proeven. Je gaat je gasten toch niet iets geven wat je zelf nog nooit geproefd hebt? Nee. Nee, hè? Nee. Dat dacht ik ook. Nou, kapitein Soy, heel veel succes ermee. Ik heb wat astronautjes te lanceren. Ik zie je later. Ja. Doei. Ga ik even lekker blenden? Zie je een zeppelin zweven? Zwaai dan even.